Frits, ja, jij kende hem heel goed. Wat betekende hij voor jou? Ja, bijna 30 jaar waren we bevriend. En bij Willibrord stond zijn familie absoluut op één. Gesina, zijn vrouw, zijn drie kinderen, zijn kleinkinderen. Was die apentrots op. Maar het was heel fijn om met hem bevriend te zijn. Hij was trouw. Hij was ook kritisch. Maar hij was ook heel erg ondersteunend. Vond hij belangrijk. En ik had bijvoorbeeld 7 jaar lang had ik een talkshow bij Omroep West. En dan keek hij en dan kreeg ik daarna feedback. En dat was soms ook van... je moet feller zijn en je moet er harder in. En dan zei ik van ja, maar mijn show is meer gewoon een lieve show. Ja, nee, steviger erin. Nou ja, we gingen regelmatig uit eten. En, Vinden jullie twee totaal verschillende mensen? Dus wat was de basis van jullie vriendschap? Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Was de klik? We hebben elkaar bijna 30 jaar geleden leren kennen bij de BAAK. Dat is het opleidingscentrum van VNO-NCW. Waar ik werkte en waar hij een van de trainers was. Okay. En toen was hij natuurlijk al een gevierd journalist. Bekend, beroemd, berucht. Dus er waren ook wel mensen die juist niet door hem getraind wilde worden. Die zeiden, nou, ik heb liever iemand die wat minder kritisch is. Want ja, hij is de uitvinder van de camera gebruiken als een bazooka. Hè? Dus daar kwam je niet onderuit. Maar goed, en die vriendschap, ja, die is daarna gegroeid. Dus we aten regelmatig, onder andere bij Moeke Spijkstra. Samen met Gesina ook, daar hebben we nog een foto van, volgens mij. En dat was heel bijzonder. En ja, de laatste keer was het ook duidelijk dat het de laatste keer zou zijn. Hij was echt afscheid aan het nemen. Hij was echt... Het was bijzonder, want hij kon ook ontzettend lief zijn. Dus hij vertelde hoe belangrijk hij de vriendschap vond. En hij noemde mij altijd zijn slechtste beste vriend. Want als ik dan weer te lang niks van me had laten horen naar zijn mening, dan kreeg ik of een telefoontje of een app van... jij bent mijn slechtste beste vriend. Wanneer was dit laatste etentje met hem? Maart. Ja, maart. Een paar weken geleden. Ja. Ja. En dan nu op Hemelvaartsdag. En dat vind ik ook echt zo typisch Willibrord. Dat je dan op Hemelvaartsdag... Hij is natuurlijk van origine hartstikke katholiek. Als je hem ook vroeg van, maar denk je dat er een hemel bestaat? Ja, zei hij dan. En ik denk ook dat ik er welkom ben. Ik denk wel dat ik er hoor. Ik zei, oh, maar wat ga je dan doen? Dan ga ik eerst eens een goed gesprek voeren met God. Want die ga ik eens even tot de orde roepen. Want hij laat er wel een puinhoop ontstaan. Hij vond dat er heel veel onrecht was op de wereld, waar hij natuurlijk altijd tegen gevochten heeft. Zeker. Daar wilde die God wel even ter verantwoording roepen. Ja, het is ook super mooi dat je dan op Hemelvaartdag. Ja. We wisten al heel lang, het gaat niet goed. De laatste dagen had ik met hem eigenlijk geen contact meer. Wel met zijn vrouw. Maar ja, dat, zoals de familie ook later op de dag bekend heeft gemaakt. Hij is vredig in zijn slaap overleden op Hemelvaartdag. Ja. Maar je hebt vandaag toch ook nog even contact gehad? Ja, zeker. En hoe gaat het met Gesina nu dan? Ja, nou ja, heel goed. Zij hebben als Gesina en de kinderen, die hebben die laatste weken, dagen, heel intensief zijn ze er geweest. He, ze hebben allemaal werk en carrières, maar dat was allemaal zo ingedeeld. Dus met heel veel liefde, want hij wilde niet in een verzorgingshuis overlijden. En nou, dat is dus ook niet gebeurd. Dus die familie heeft het fantastisch gedaan. Ja, ja. Willibrord was... Jullie hadden het er net eigenlijk al even over. We gaan er ook zo zeker nog even over doorpraten. Willibrord was een journalist in hart en nieren. Al in 1963 begint hij zijn journalistieke carrière en groeit hij uit tot een televisiepersoonlijkheid die meer dan een halve eeuw gezicht gaf aan uiteenlopende programma's. Willibrord Frequin begint in 1963 zijn journalistieke loopbaan bij de KRO. Maar zijn grote bekendheid bij het publiek komt in de jaren 90 als hij de programma's Ooggetuigen en De Week van Willibrord maakt. Hij is een junk, hij is een hoerenloper. Ja, wat is hij eigenlijk niet? Ik heb het uiteraard over Herman Brood. Herman, ben je hard of teder? Herman is teder. Zelfs prins Bernhard ontkomt niet aan de moeilijke vragen van de oud-Brandpunt-verslaggever. Hoogheid, mijn naam is Rick Herman van Brandpunt. Mag ik u vragen, wat vindt u nou van al die beschuldigingen die u geuit zijn? Nou, belaat dat het toen lauwe vraag. Wat zegt u? In deze confronterende nieuwsprogramma's stelt Willibrord allerlei soorten onrecht in de samenleving aan de kaak. Zijn journalistieke methode is zeer direct en wordt al snel als controversieel bestempeld. Geheel ongevaarlijk is het niet. Ik ben in Zuid-Amerika, heb ik twee keer gekeken ineens in de loop van een revolver. Ik ben op de zeedijk, stond er met een man met een mes tegenover me. Terwijl ik met mijn vrouw en twee kleine kindertjes was.
vaker een lel van mijn hersens gehad. En ik ben een keer met een bijl achterna gezeten. Domme. Wat is dat? Opgezolderd! Zijn stijl van interviewen is uniek. Willy Bort kan slecht tegen onrecht en gebruikt juist het medium televisie om dingen kritisch aan te pakken. Iets wat hij mist bij zijn jongere collega's. Nu worden er vragen gesteld en als een minister of wie dan ook eruit wil, dan kan hij zo weglopen. Ja. En dat vind ik zo godverdomme kwalijk. Ja. Daar kan hem enorm druk over maken. Ja. Ondanks hartritmestoornissen, een pacemaker en kanker in zijn been gaat Verquer niet bij de pakken neerzitten. Hij besluit de Vierdaagse te gaan lopen. In 2018 is Verquer nog te zien in het televisieprogramma Beter Laat Dan Nooit met onder andere Gerard Cox, Barry Stevens en Peter Faber. Kortom, Willy Bort is iemand die het leven met beide handen aanpakt en eruit haalt wat erin zit. Ik zie gewoon nog steeds vonkjes in je ogen. Ja, dat heb ik altijd nog. Je hebt er nog helemaal geen zin in om te gaan, hè? Je hebt nog wel zin in nog wel 10 jaar erop, hè? 10 jaar? 20 jaar? Dat is een kutopmerking. 25 jaar? Ja, ik hoor 100 gewoon. Maar Willy Bort's frequent blijkt een agressieve vorm van Parkinson te hebben. Daardoor kan hij steeds moeilijker bewegen. Het is mooi geweest. Maar ik heb een prachtig leven gehad. Ik ben overal geweest. Ik heb spraakmakende reportages gemaakt. En mensen waarderen het heel erg. Ik ben van veel mensen een held. En ja, dat is wel bijzonder. En het komt nu pas tot dat op mijn deur. Willy Bort Verquer is 80 jaar geworden. Ja. Ja, William, we zagen net ook al een heel mooi gesprek dat jij in april vorig jaar met hem gevoerd hebt. Maar dit is niet het enige gesprek dat je met hem gevoerd hebt. Want er gaat echt wel een hele historie aan vooraf tussen jou en Willy Bort, hè? Ik had hier niet gezeten zonder Willy Bort. En dan bedoel ik niet mee dat ik op televisie had gezeten. Ik had hier überhaupt niet op de wereld geweest als Willy Bort er niet wat geweest. Want Willy Bort heeft mijn ouders aan elkaar gekoppeld. En sterker nog, toen mijn moeder een kindje wilde en mijn vader niet, toen heeft hij in zijn hoofd gepraat van, joh, dat moet je wel doen, dat is hartstikke leuk. En nou, dat is ook hartstikke leuk inderdaad, ja, en, blijkt. Ja. Mijn hele leven lang al helpt hij me eraan herinneren. Altijd als ik ergens was, je bent er wel langs aan mij, hè? Ja, dus je vader en hij waren hele goede vrienden. Ja, mijn vader en hij waren hele goede vrienden. Mijn vader was cameraman. Die is letterlijk met hem de hele wereld over geweest, naar alle brandhaarden van de wereld geweest voor Brandpunt. En hebben in de kelders van Idi Amin gestaan. En hebben die meest vreselijke dingen hebben ze gezien, het meeste leed van de wereld. En ja, dat werd mijn vader op een gegeven moment te veel. Want Willy Bort was natuurlijk, die kon wel echt een bikkelharde zijn. Mijn vader was toch wel een zachtgek ook eind. Ze kon op een gegeven moment niet meer zo goed tegen. Dus ja, ze zijn ook niet heel leuk uit elkaar gaan op een gegeven moment. Maar toen mijn vader overleed, was hij de eerste die bij mijn moeder thuis was. Omdat hij het zo verschrikkelijk vond. En dat hij het ook niet goed met hem had kunnen maken. Dus ja, hij heeft een hele speciale rol in mijn leven eigenlijk gekregen. En hij heeft me eigenlijk ook mijn hele carrière door altijd of gebeld of sms'jes gestuurd van, ik ben trots op jij en je vader is ook trots op je zijn. Weet je, en dat zijn dingen die je nodig hebt. Ik werd op 16-jarige leeftijd mijn vader verloren. En hij was dan toch een soort surrogaatvader die af en toe je eventjes dat schouderklopje gaf dat je vader het goed had gevonden en dat hij trots op je zou zijn geweest. En dat kreeg ik 3 weken geleden nog van hem, weet je, zo'n berichtje. Dus dat, echt heel bijzonder. Ja, het is een bijzondere man die altijd heel hard overkwam en zo'n ontzettend klein hartje had en zo lief en zo gevoelig eigenlijk was. Dat vind ik zo mooi vandaag om te zien. Ja. Inderdaad, want als je hem alleen van tv kent, daar ging hij er met de bottenbel in. En soms zo, ik dacht, zo heb ik dat, bijna soms een beetje gênant-achtig. Ja. Maar en het was altijd voor het goede doel natuurlijk. Ja. En altijd onrecht. Daar kon hij absoluut niet tegen. Ja. En hij ging echt tot het gaatje. Ja. Ja. Maar van die hele stoere man op televisie, Het was een heel klein hartje. Nou ja, wat Frits net vertelde. Eigenlijk een heel groot hart. Dat Frits berichten kreeg. Maar Eva Jinek kreeg ook berichten van hem. En Jeroen Pauw kreeg ook berichten van hem. Hij hield alles in de gaten op tv. En als hij het kut vond, dan kreeg je ook een bericht van hem. Dat vertelde ze van de week ook nog bij VI. Hè, dat natuurlijk dat Johan Derksen een berichtje kreeg. Elke avond keek hij nog. Had zijn bed zo ingericht dat hij elke avond nog die uitzending kon zien. Dat vond hij heel belangrijk. Ja. Daarom is de titel van dat boek van Fons de Poel ook zo goed. Verlegen Vlegel. Ja. Want eigenlijk in de basis een verlegen man. En dan zegt hij altijd van, ja, ik heb dat gecamoufleerd door mijn grote mond. Maar hij had ook een enorm gevoel voor het nieuws. Ja. Hij werkte dan bij Brandpunt en later bij de andere programma's. En als hij zei, jongens, hier links gebeurt het, dan kon je er donder op zeggen, daar links gebeurde het dan. Ja. Dus echt heel erg knap. Ongekend. Ja, als je als cameraman met Willy Bort werkt, dan werd je echt opgeleid. Want hij was echt
echt pain in the ass was de crew. Hij stond letterlijk aan je oren te trekken. Naar links en naar rechts. En, ja, en maar daar leerde je het vak wel van. Recht voor zijn raap zijn. Ja, recht voor zijn raap, recht door zij. En ja, echt een vakman. Ja. Het mogen duidelijk zijn, iedereen heeft zo zijn verhaal met Willy Bord. Zijn er ook nog meer mensen die vandaag hierop gereageerd hebben? Nou, Fons van Westerlo, die hem natuurlijk op een gegeven moment een contract heeft aangeboden voor de week van Willy Bord. Uitgezonden bij RTL en bij SBS. Die hebben we vandaag even gesproken en om een reactie gevraagd. Hij laat weten dat het een bijzondere jongen was. En een journalist met vele gezichten. Brutaal, maar ook vol humor. En zeker zeer betrokken bij zijn onderwerpen. Hij werd net zo makkelijk door sommigen verguisd als geprezen. En ik prijs me gelukkig, zegt Fons, met de mooie jaren die ik met hem gewerkt heb als collega-journalist en als zijn baas. En hij heeft natuurlijk de week van Willy Bord gedaan. Ja. Hij had heel lang zijn eigen programma. Maar de laatste jaren kennen we natuurlijk vooral van programma's waarin hij meedeed. Zoals bijvoorbeeld Beter Later dan Nooit. Ik zag net al eventjes voorbij komen. Ja, Beter Later dan Nooit. Maar bijvoorbeeld ook met Jouw Vrouw, Mijn Vrouw meegedaan met Kim Fips, Kutter. Ja. En we hebben een aantal belangrijke mensen uit het leven van Willy Bord vandaag gesproken. Willy Bord, een man met een hart van goud die altijd voor iedereen klaar stond. Hij heeft echt zoveel mensen uit de shit gehaald. En dat is Willy Bord ook. Willy Bord is niet cynisch, is hij nooit geweest. Hè? Verslaggevers zijn vaak cynisch, ze hebben alles al meegemaakt. Hè? Hij is nog nooit één dag cynisch geweest, altijd betrokken geweest. Het is een man die alles voor iedereen over had en een hele bijzondere vader was. Opa. Zoveel als hij hem zijn kinderen en kleinkinderen geeft. Zoveel als die kinderen en kleinkinderen om hem geven. Het is zo ontroerend om te zien. Ook die laatste dagen. Hoe dat met elkaar is opgetrokken. Hoe innig. Hoe lief. Ik kan bijna nu, als ik nu hier zit te vertellen, niet geloven dat het gebeurd is. Terwijl we allemaal wisten ergens dat het zou gaan gebeuren. Hij gaat voor altijd voorleven. Voortleven in onze... Ja, in ons geheugen en in ons hart natuurlijk. We hebben het vaak over de hemel gehad en dan zei hij, ja, daar wil ik wel naartoe. Dan wil ik graag een paar engelen ontmoeten met grote borsten. Hij maakt daar natuurlijk een geintje van, maar diep binnenin is het een gelovige man. En ik weet één ding zeker, lieve Willy Bord, die gaat daarboven gewoon uithalen wat hij beneden ook gedaan heeft. Hij gaat God gewoon keihard interviewen. Een man met echt zo'n hart, absoluut echt zo'n hart. Ja, ik zal hem erg missen. Ik vind het lastig. Ja, acceptatie. Dat is het proces. Ja, hele mooie woorden. Onze excuses voor zojuist de verkeerde video die u zag. Maar dat waren wel beelden die te maken hebben met Willy Bord. Want Anouk, we zagen Jochem Meijer. Nou ja, we hebben natuurlijk zoveel mooie berichten van heel veel mensen voorbij zien komen. Maar ik vond het vooral heel leuk om Jochem Meijer zo te zien. Om die stem te horen, waarvan je echt denkt, wauw, dit is gewoon zo Willy Bord met... ondeugd en die de hele tijd erachteraan. Nog even een keertje kijken. Dan gaat hij wel goed. Zeg, Willy Bord, hè? Je kan er niet zomaar doodgaan, man. Zo regen de schande. Kun je het niet zomaar doen, man? Kun je die maken? Hè? En ik weet dat je hier ook kan lachen, want je zat een keer op de eerste rij bij mijn show. Hè? En toen deed je naar en toen ging je staan en zei je, het is een schande, dames en heren. Het is regen de schande. Hè? Ik wens de familie heel veel sterkte. Hè? En je bent prachtig heel, hè? Dat weet jij, je bent een prachtige kerel. Hè? Het is een schande. Ja, als je ook dicht hebt, hoor je hem wel. Mooi eerbetoon kan niet. Ja. Ja.